Vandaag zijn we op het DevLab event in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. We gaan kijken naar de nieuwste militaire innovaties op het gebied van techniek en ICT. En ik ga jullie laten zien hoe krijgsmacht, technologie en samenleving samenkomen. En misschien ligt daar ook wel voor jou een rol weggelegd. Nu of in de toekomst. Je kent vast wel van die science fiction films waar ze van die robotharnassen hebben. En hier bij Skellex hebben ze die dingen in het echt. Kun je mij eens vertellen wat je aan hebt? Ja, ik heb dus een exoskeleton aan en dat is een exoskeleton voor je schouders. Dus het helpt je bij het boven je hoofd werken. Er zijn heel veel beroepen waar mensen de hele dag boven hoofd werken. Het ondersteunt dus het gewicht. Dat ontlast dus je schouders en daardoor kan je dus de hele dag zo. Hey, en hoe werkt dit nou in de praktijk voor Defensie bijvoorbeeld? Die gebruiken ze voor de onderhoud van hun materieel. Dus bijvoorbeeld voor de onderzeeboten. Vervangen ze de panelen van de onderzeeboten en daarmee moeten ze dus die panelen weer terugduwen en boven hun hoofd houden. En dat wordt dus ondersteund. Klinkt super handig. Mag je het eens proberen? Ja, zeker. Ja, het is inderdaad alsof je een beetje onder water loopt. Ja. En je hebt als het goed is de volledige vrijheid van je armen. Je kan gewoon alle bewegingen maken die je normaal ook kan maken. Mag ik eens wat proberen? Zeker. Ja. Ja, het is echt super handig. Ik weet niet of je thuis wel eens een lampje indraait of dat je boven je hoofd staat te werken, maar dat is inderdaad ontzettend vermoeiend. Dit maakt het heel veel makkelijker. Wat zien we hier allemaal? We staan hier bij een lasersysteem voor de Apaches. Die moeten inzetgereed blijven, die moeten oefenen. Dit lasersysteem kunnen we zo programmeren dat de laserwapens verschillende wapensystemen kunnen voorstellen. Dus we kunnen hiermee een klein kaliberwapen voorstellen, we kunnen .50, een tank. Hoe innovatief is dit systeem? Vroeger moesten we net alsof doen en tegenwoordig kunnen we dus met het lasergebeuren de helikopter neerschieten, neerhalen. Dat klinkt wel leuk. Mag ik het eens doen? Ja, dat mag zeker. Je kunt beide ogen open houden, dan zie je een rode dot als het goed is. Er hangen twee sensoren, die zijn twee zwarte. Ja. En als je de trekker overhaalt, dan zul je zien dat je hem raakt. Ja. De lamp, de ski heet dat, dus een system kill indicator, die gaat aan en dan zie je dat je de helikopter hebt geraakt. Dit systeem werkt dus ook tot kilometers afstand? Ja, ja, we kunnen deze programmeren. Je schiet altijd met zo'n laserwapen, maar dit kan geprogrammeerd worden. Verschillende wapensystemen. Enig man. Ja, leuk. Een soort lasergame op grote schaal, maar dan wel met een heel nuttig doel. Ik zie hier allerlei 3D geprinte objecten en ik zie ook iets met een gezicht. Kun je mij vertellen hoe dit werkt? Defensiebreed houden wij ons bezig met innovatie en 3D printen en scannen van materialen en objecten. Er zijn heel veel onderdelen aan boord die in rekken zitten, waar printen in zitten, waar je steuntjes in zit, afbreken die je wel kan maken. Maar als je dat moet aanvragen, heel specifiek zijn en allemaal ingevlogen moeten worden. Daardoor kan een heel kritisch systeem uitvallen. Dus op die manier kan je die kleine onderdelen repareren. Wat je hier ziet is een filter voor in een zeekoelwatersysteem. Zo komt het eruit na een anderhalf jaar. En met de kunststofversie hebben we daar geen last meer van. En ik zag net iets met een gezicht, toch? Ja, of niet? Klopt. Kunnen we dat doen? Ja, zeker. Zeker. Ik heb hier een scanner en het programma staan. En als je heel stil blijft staan, dan kan ik jouw gezicht inscannen en dan krijgen we dat dadelijk op de... Ik blijf staan. De scanner is nu gereed. Dit voelt echt al super futuristisch dit. Nou, hier ben je ingescand. Nu ben je digitaal. Als je over een uur terugkomt, dan sta jij in de printer. Ja, maar goed. Leuk. Ja. Hartelijk dank. Wij komen over een uurtje even terug. Prima. Thanks. Okay. Nou, we zijn een uurtje verder. En hij is klaar. De 8% versie van jezelf. Bizar. Nou is dit natuurlijk gewoon heel grappig, leuk speelgoed, maar dat dit 3D-printen dus ook werkt voor grote schepen, dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind dit soort events echt te gek. En jij bent hopelijk nu weer op de hoogte van de laatste innovaties. En wil je nou meer weten? Houd dan deze website of ons kanaal in de gaten voor meer afleveringen van DevLab.